Ik was echt bang. Ik kan het anxiety noemen, maar ik was echt bang. Ik liep over straat en ik voelde mij niet op mijn gemak, omdat ik dacht van, ik zie mensen naar mij kijken en waarschijnlijk vinden ze mij echt een mogol op internet. En dat was niet per se door wat ik deed. Het was meerendeels omdat ik wel YouTuber ben. En het woord YouTuber is niet echt een positief woord. Want de meeste mensen linken dat dan aan die kankercommerciële honden. En ik wou daar geen deel van uitmaken, maar hoe de fuck maak je geen deel uit van YouTubers als je zelf ook YouTuber bent? En ik wou me zoveel mogelijk distancieren van al die mensen die die shit deden door mijn eigen niet fokte, waardoor ik zelf echt een beetje verloren was, wat ik nog wou doen en zo. Het is nog eens tijd om... What the fuck is die green screen, man? Dit is een video dat ik vooraf heb opgenomen, ik ben nu in Amerika. Het is nog eens tijd om een video te maken waarin ik gewoon zit, rustig praat tegen jullie. Niet de hele tijd roep. Over een onderwerp die me echt al fucking lang stoort, waar ik al redelijk veel over gepraat heb. Maar nu heb ik de hersencellen gekweekt om veel moeilijke woorden te gebruiken in een video en het deftig te onderbouwen. Yo, dat klonk echt als een spreekbeur. Ik heb echt scheid hekel aan influencers. Ik had echt al lang gedacht dat heel die influencer-bubbel gestopt ging zijn. Kijk, ik vind het ook echt een vreselijk woord. Zo moet ik het op de onderkant van mijn voet tatoeëren ofzo. De meeste influencers op Instagram hebben niet eens een fucking ding dat ze doen. Je kan daar niet van zeggen, ja, ik volg die persoon omdat die video's maakt bijvoorbeeld, of omdat die muziek maakt, of omdat die deed of dat. Ze doen letterlijk niks. Ze posten gewoon foto's van hun met dure kleren aan en ze influencen jou omdat hun levensstijl cool is ofzo volgens ze. Even ding, de meeste influencers zijn echt grote losers. Maar echt fucking grote losers. Ze hebben geen eigen ding. Ze posten gewoon een fucking goed dat hun lijf is. En hun Instagram feed is gewoon één grote berg van gevoelloze, levensloze posts. Waar is het ene merk naar het andere merk promoten. Snap je? Ik heb geen zin in je fucking kortingscode. Get the fuck! Influencers influencen echt helemaal niemand. Als je niet zelf echt iets doet, what the fuck, zou het dan van nut hebben dat iemand het ziet en denkt van, oh, zij drinkt van dat water, ik ga dat water ook kopen. Zo denken merken dat als ze producten opsturen aan mensen die populair zijn op Instagram en ze doen dat dan open op hun story, dat mensen dat gaan kopen. Zo werkt dit niet. Voor die influencer is het wel fucking nice, want die moeten helemaal niks doen om fucking veel geld te verdienen. En dan sluit dat gewoon weer mooi aan dat ze fucking veel geld verdienen en dan kunnen tonen hoe goed dat hun lijf is dat ze 3-4 rijtjes per jaar doen. Op kosten van jullie eigenlijk. Zoals ik zei, ik had echt al gedacht dat dat al lang gestopt ging zijn, dat iedereen al lang zou doorhebben van, yo, this shit don't work. Op de een of andere manier blijven merken dit doen en blijven ze geld en pompen. En van de dingen die me meest stoort eraan, en er is geen fucking expose of outcall naar Marije Zureveld. Sweetie, you're doing great. Om mijn punt nog even te versterken, dit is een campagne voor Daniel Wellington horloges. Op dit moment gewoon Marije om 15% korting te ontvangen. Is great. Waarschijnlijk heeft niemand die fucking horloge gekocht, maar daar gaat het niet om. De post ernaast, letterlijk de post ernaast, de post de dag erna is een betaalde campagne voor Captain & Son. Het is maandag, maar er is nog steeds 20% Black Friday korting bij Captain & Son. De post ernaast, influencers supporten de merken die ze krijgen om een brand deal mee te doen, niet eens. De ene merk na het andere van hetzelfde product dan nog een keer. Ik zou denken, als je een campagne doet, dan doe je dat omdat je zelf ook volledig achter het product staat. Omdat je denkt van, hey, dit is eigenlijk wel nice. Misschien moet ik het promoten en dan krijg ik daar geld voor. En dan deel ik mee aan mensen dat dit nice is en dan kunnen ze dat kopen. Deze mensen dragen deze horloge ook helemaal niet als ze geen campagne hebben ofzo. Die rotten dat weg in hun kast. Zij is geen influencer, zij is een content creator. Een content creator is dus iemand die op YouTube heel veel video's maakt en die echt dingen create. Die echt dingen maakt, die veel doet, die veel uploadt. Er zijn heel veel fucking mensen die zichzelf beschrijven als content creator of YouTuber. Maar een YouTube channel waar zij soms een keer een fucking idee rippen van iemand anders en dan daar een video op gooien, maar daar echt geen fucking belang aan hechten. De enige reden waarom ze video's blijven uploaden is omdat de mensen naar hun moeten blijven kijken en naar hun Instagram moeten blijven gaan. Als zij niet meer zouden uploaden wat ze eigenlijk niet meer willen doen, dan zijn ze niet meer relevant en dan krijgen ze geen brand deals meer. Een YouTube channel is wel gebouwd omdat ze vroeger ooit wel YouTubers waren of zo, maar dan kwamen al die brand deals en dan dachten ze van, yo, what the fuck, zou ik nog zo van werken in YouTube steken? Als ik gewoon heel soms een keer een video kan posten, die fucking merken blijven toch komen naar mij. Die hebben hunzelf gewoon al geaccepteerd als groot reclamebord en merken houden daarvan. Merken houden van mensen die gewoon slikken, die niet zeggen van, yo, nee, ik wil het zo en zo en zo. Merken houden ervan als ze een mail kunnen sturen naar iemand met een kant-en-klaar campagne waarvan ze gewoon zeggen, ja, je moet daar zijn, je moet dat doen, je moet dat posten, je krijgt zoveel geld, het is klaar. Als ik een campagne krijg, ik heb tegen al bijna elk reclamebureau van België en Nederland al zo fucking veel gezegd of niet op een mail geantwoord dat ik ze nu ook gewoon niet meer krijg omdat ik toch niet reageerde. Ook gewoon omdat ik vond dat dat merk echt niet bij mij paste, dat heel een idee gewoon helemaal niet bij mij paste. En als ik dan met het idee kwam naar hun van, kijk, ik wil het wel doen, maar ik wil het niet zo doen, ik wil heel die campagne veranderen en zo en zo en zo doen, want dat werkt veel beter. Nee, wij hebben er met onze marketing specialisten over gepraat en zij denken dat het zo beter gaat. Het is mijn channel! Ik weet precies wat mijn kijkers willen, wat zij leuk vinden. Dat keert die andere mensen allemaal niet. Hun volgers
zijn gewoon een inkomstenbron. Like, deze bij mij ook, maar ik create iets leuks voor jullie om naar te kijken. Ik heb hier een campagne die ik gedaan heb deze zomer. Deze prachtige Balenciaga's. Die nu echt gewoon volledig getrashed zijn en die er niet meer zo goed uitzien, maar... En ik vond dat deze campagne wel redelijk goed paste bij wat ik deed. Het ging over kleren, het ging over bijdehands kleren kopen op een site. En toch, nadat ik deze online heb gezet, heb ik mij 5 uur geschaamd. En durfde ik niet naar mijn comments kijken, omdat ik dacht van, yo, fucking campagne. Terwijl dat ik wel vond dat dit redelijk goed paste bij mijn kanaal. Andere mensen die fucking Daniel Wellington watches promoten, hadden fuck aan hun drek. Terwijl die horloge hadden... Het was ook mijn verjaardag en ik wil heel lang Balenciaga's. Maar ze waren overal uitverkocht en ik kon ze geen één winkel kopen. Is dat alleen nog de lelijke. Volgende, de Balenciaga. Je ziet ook dat dit redelijk spontaan is, toch? Oh. Oh, ze zagen er nog zo geduid toen. Oh. De triple is de witte, maar 42. Dit is allemaal niet eens aangedaan. Dit was een campagne. Dit was gewoon een campagne die redelijk in lijn liep met wat ik deed. Dus ik vond dat het wel past. Hè. En dan heb ik ook gezegd tegen hem van, yo, het is goed. Inderdaad, daar krijgen we dan fucking veel geld voor. Maar ik ben altijd van principe geweest. Merkdeals, campagnes... Branded content mag gewoon niet jouw main inkomst generator worden. Vanaf dat je dat ziet als je makkelijkste manier om aan geld te komen, ja, dan ben je YouTuber meer. Dan is dat jouw manier om geld te verdienen. Ik verdien liever veel geld omdat ik veel video's heb gemaakt, omdat ik veel dingen heb gemaakt waar mensen graag naar kijken, waar mensen mee gelachen hebben. Dan heb ik een veel beter gevoel. En als ik daar dan soms een keer één fucking campagne tussen gooi, dan blijft YouTube wel gewoon het hele ding waar soms hier en daar een campagne tussen zit. In plaats van bij de meeste YouTubers waar het allemaal fucking campagnes zijn overal met dat hier en daar een keer een kleine video. Ik heb Instagram accounts van mensen. Waar elke fucking foto, je denkt, oh, het is een leuke selfie. Klik op die selfie, er staat er zo'n fucking tekst bij. En dan heb je al door van, haha, hashtag ad. Gebruik nu de code shut the fuck up voor 10% korting. Als het een product is die bij jou past, dan gaan mensen dat ook veel sneller kopen. Dan is het een campagne die echt kan werken. Fucking havermout. Koppel dat aan een YouTuber. Why the fuck? Zou je dan denken van, oh, deze YouTuber promoot havermout. Nu ga ik het ook kopen. Het is fucking havermout. Het probleem ligt evenveel bij de merken als bij de influencers. Maar het is gewoon iets waar ik heel fucking ziek van word. Want de reden waarom dat YouTube nu echt gewoon zo aan het gaan is. Het gaat wel al een beetje beter. Maar als je het vergelijkt met 2016, gaat YouTube echt wel zo. YouTube. Het zit letterlijk in de naam. YouTube. Maar dat is niet meer zo. Want vanaf je alleen nog maar branded deals doet, dat is het niet meer YouTube. Dan is het you. Create fucking branded content to earn a lot of shitload of money with your viewers because they don't give a shit. Daarom is YouTube dying. Daarom zijn er zo weinig mensen die nog deftige content maken. De meeste YouTubers, en ik ga niet liegen, hebben gewoon gevonden dat een doelpubliek hebben van kijkers die 12 zijn, dat het beste is en dat je daar het meeste geld aan verdient. Die slikken alles. Die geven geen fok als er 10 campagnes naar elkaar komen. Stel je even voor dat ik een fucking foto met een horloge op mijn Instagram zou zetten en de dag daarna gewoon exact hetzelfde met een andere horlogemerk. Mensen zouden zeggen van, yo, what the fuck hebben what you doing, man? Maar ik heb gekozen om video's te maken voor mensen die een beetje ouder zijn. Ik weet daar ook mensen zijn van 12, maar jullie zijn woke, snap je? De mensen die jonger zijn en dan mijn video's kijken, jullie snappen het wel een beetje. Jullie gaan ook niet kijken naar van die rare fucking video's van mensen die... Het ding is gewoon dat je met campagnes echt heel veel fucking geld kan verdienen. En mijn idee over campagnes is in de laatste jaren ook heel veel veranderd. Snap je? 2 jaar geleden was ik van fuck campagnes, get the fuck up! Van bijna alles, maar daarna heb ik dan ook gezien van, joh, je kan er wel veel geld mee verdienen en niet elke campagne is fucking slecht. Het ding is gewoon dat de merken die naar YouTubers gaan helemaal niet weten wat jij doet. En nog waar zij om keren zijn. Views, views, en views, en views, en views. Als ik een mail krijg, bijvoorbeeld van Otakos. Ik had een mail gekregen om samen te werken met hen. En een idee was zo fucking lame. Ik krijg 10.000 euro. Dan zouden de meeste mensen al denken van, oh, that shit, that's fucking fuck. En een idee was dat ik een super taco van, weet ik veel, zo gewoon fucking grote taco onder de 40 minuten moest opeten. Omdat dat iets is dat je kan doen in die winkel. En dan krijg je je taco for free. En ik moest een meeting doen in het nieuwe Otakos restaurant in Antwerpen. Vanaf mensen met dat naar mij komen van, wil je een meeting doen in ons taco restaurant? Zie je mij al een fucking meeting doen in het taco restaurant? Nee, inderdaad. Dus ik bel naar hun. Ik zag van, yo, je laat al die campagne doen dat ik 10.000 euro was. Fucking nice. Maar één, ik ga niet jullie stomme super taco uit, want dat is echt gewoon een lame video. En twee, ik ga geen meeting doen in jullie winkel. Ik heb zelf ideeën genoeg om jullie winkel te promoten. En als dat eten lekker is, dan kan ik er echt een veel leukere video mee maken. Een marketingteam had marktonderzoek gedaan en ze vonden dat een super taco en een meeting het beste zou werken. Ze komen echt gewoon puur voor mij dan. Ze gaan puur voor mij naar het taco restaurant. Waarschijnlijk gaan ze niet eens een fucking taco kopen als ze daar zijn. Gewoon de foto nemen van mij, dan zijn ze getter en komen ze daar nooit mee. En ik wil ook gewoon niet het hoofd zijn van fucking taco restaurant. Dat je voor je wordt herkend op straat. Hey,
Dat is die guy van Taco Restaurant. Dus ik zag daar gewoon van, kijk, laat mij met jullie marketing managers heel die campagne gewoon ombouwen naar iets cooler. Laat me er iets nicer van maken. Daar hebben we geen tijd meer voor. We hebben een korte deadline. Get the fuck out! Het is alsof ze niet eens willen dat het werkt. Het is alsof dat ze gewoon het simpelste willen doen. En hier, de super taco. Ik heb een band met jullie. De meeste YouTubers of influencers zelf niet hebben met een kijker. Ik zou mij schamen moest ik een campagne online zetten waarvan ik niet er 100% achter sta. En zelfs als ik er 100% achter sta, schaam ik me nog altijd een beetje omdat ik echt al anti-reclame ben. Maar zelfs de meeste YouTubers en influencers geven zo fucking weinig om hun kijkers, omdat ze toch denken van, oké, we verdienen nu veel geld. Ik kan what the fuck dat ik wel in de strot van mijn kijkers rammen ze slikken het toch. Als ze kijken op naar mij, dan ben je echt zielig. En zoals ik al zei, de meeste mensen waar jij misschien ergens naar opkijkt op Instagram, zijn echt fucking losers in het echt. Die hebben dan misschien veel geld en die hebben veel campagnes gedaan, maar die hebben geen sterk kanaal met sterke kijkers. Als die een maand niet uploaden, dan is iedereen hun vergeten. Ik kan een maand geen video uploaden. Ik heb dat al een paar keer gedaan, omdat ik echt gewoon geen idee had. En dan upload ik een maand later een video en dan is iedereen hier gewoon nog. Dan zijn jullie hier gewoon nog altijd, omdat jullie weten dat ik niet dan na een maand ga terugkomen met een fucking campagne. Dat ik dan een maand later harder ga terugkomen dan dat ik ben weggegaan. Elke YouTuber waarmee ik hard fokte is gestopt met YouTube. Joost. Martijn, fucking slim. Ik was beter ook gestopt, maar nee, ik keer te veel om alles waar hier gebeurt. Ik ken liever, man. Ik wil mezelf eigenlijk niet goed praten of zo, maar hoe fuck kijk je dan? Ik wacht nog steeds tot daar meer YouTubers het is zien, want het is nog niet te laat. The power of money, man. En we spreken niet over kleine bedragen, het zijn inderdaad wel monsterbedragen. En ik heb ook wel al eens pijn gehad en ik dacht van, ah, 10.000, dat is wel veel geld. Maar dan denk ik terug van, like, ik zou er niet gelukkig mee geweest zijn. 10.000 euro zou zwaar niet gefixt hebben dat ik een of ander raar gevoel had bij die meeting in dat taco restaurant. Die 10.000 euro zou dat niet gefixt hebben. Ik zou me er nog altijd even kut over gevoeld hebben. Ik zou me er nog altijd voor schamen. Ik hoop dat in 2019, dat ja, die influencer fucking bubbel, dat gewoon echt, pff, dat stopt, man. Want influencers influencen echt helemaal niemand. Als je geen ding hebt die je echt doet naast influencen, dan influence je echt niemand. Ik hoop dat mensen deze video zien en dat ze echt wel denken van, oké, you're actually right. Het ergste is dat die influencers en de meeste YouTubers die dit doen, dat zelf ook echt weten, maar die zeggen van, ja, zoveel geld, YouTube stopt binnen een paar jaar, dan ga jij het beklagen hoor dat je het niet hebt gedaan. Ik werk! Ik zorg ervoor dat YouTube niet stopt binnen een paar jaar. Maar zo zijn er niet veel. De meeste mensen zijn nu gewoon echt aan het uitmelken zo hard mogelijk. In plaats van te zorgen dat het stabiel blijft en dat het groot blijft. En dat iets blijft waarop dat je leuke video's kan maken. Maar nee, het gaat stoppen. Als jullie deftige video's zouden maken, dan zou iedereen blijven kijken naar YouTube. Want dan is er echt effectieve reden om te blijven kijken. Maar tuurlijk, als iedereen zo fucking shit content maakt, tuurlijk dat iedereen dan gaat stoppen met kijken. Tuurlijk als YouTube zo fucking saai wordt, maar al die kutte kankerzooi. Tuurlijk dat iedereen dat weg gaat gaan. Tuurlijk dat het binnen een paar jaar dan over gaat zijn. Kijk, ik maak er het beste van. De laatste tijd ben ik heel tevreden met alles wat ik maak. En sta ik echt volledig achter alles wat ik zag op mijn Instagram. Sta ik echt volledig achter elke video. En ook al heb ik dit jaar echt een hele moeilijke periode gehad waar ik zelf zo niet meer goed wist wat ik wou. Heel bang was om dingen op mijn story te zetten. Heel bang was om dingen op YouTube te zetten. Omdat ik bang was voor de reactie van andere mensen. Ik dacht van ja, niet iedereen vindt dit vet. Ik ben blij dat enkele maanden geleden dat mijn vriendinnen zo en mijn vrienden mij daar echt al door hebben geholpen. Ik zat echt in een putje hoor. Ik upload wel nog video's, maar ik was echt bang. Ik kan het anxiety noemen, maar ik was echt bang. Ik liep over straat en ik voelde mij niet op mijn gemak, omdat ik dacht van, ik zie mensen naar mij kijken en waarschijnlijk vinden ze mij echt een mogol op internet. En dat was niet per se door wat ik deed. Het was merendeels omdat ik wel YouTuber ben. En het woord YouTuber is niet echt een positief woord. Want de meeste mensen linken dat dan aan die kankercommerciële honden. En ik wou daar geen deel van uitmaken, maar hoe de fuck maak je geen deel uit van YouTubers als je zelf ook YouTuber bent? En ik wou me zoveel mogelijk distancieren van al die mensen die die shit deed door mijn eigen niet fokte. Waardoor ik zelf echt een beetje verloren was, zodat ik nog wou doen en zo. Ik heb echt op de randje gestaan om gewoon te stoppen en nog mijn lijf op te pikken of zo. Maar gelukkig dat dat niet gebeurd is, want. En ik vind nog altijd kut dat ik onder het dakje word geschoven met al die andere creators. Terwijl het eigenlijk niet zo is. Ik zou een huisje voor mezelf moeten hebben, maar bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat ik iets zinnig heb kunnen delen met jullie. Ik wou deze video al heel lang maken, maar bedankt om te kijken. Tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie, ja, I love you guys. I really do. En ik vind het niet erg dat ik elke dag fucking veel werk steek in video's. Maar die ik dat soms niet eens online zet, omdat ik er niet blij mee ben. En jullie moeten niet bang zijn dat ik gehaald heb, hoor. Like, ik upload veel. Jullie kijken mijn video's lang. Jullie kijken die ads uit, dus.